Mijn naam is Lodewijk De Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. André Lombaerts, beter bekend als André van Laer, stond aan de wieg van de heropstart van de varkensmarkt in Humbeek-Sas. Vandaag kan je nog steeds over de kop lopen en je vindt hier heel wat feestvarkens. Maar door de regelgeving en de industrialisering zijn er geen echte varkens meer op de jaarmarkt. André vertelt. Goedemorgen, we zijn vandaag in Humbeek-Sas. Humbeek-Sas is dus een deelgemeente van de gemeente Grimbergen. Nu, sinds de fusie is de jaarmarkt van Humbeek opnieuw herstart. Oorspronkelijk, het is nog altijd de varkensmarkt, om de doodeenvoudige reden dat dus tussen de twee wereldoorlogen was Humbeek altijd een boerengemeente geweest. En traditioneel, de eerste zondag van de maand juli, is het Saskermis. En kwamen dus de boeren met hun varkens naar de markt, zodat iedereen, destijds was dat toch wel zo, dat er veel mensen thuis een varken hielden, vetmesten, om dat daarna te kunnen slachten en te kunnen opeten. Dat is in feite een beetje de oorsprong van de naam varkensmarkt. Het was een specifieke varkensmarkt, maar natuurlijk, met de oorlog is dat ding stilgevallen. En destijds, met oud-burgemeester Mensalt, die ook nogal fel begaan was met tradities en zo, die zegt, destijds kwam ik naar Humbeek, naar de varkensmarkt, om ook mijn varken te kunnen kopen, om te kunnen vetmesten. We zouden moeten proberen om dat terug opnieuw te kunnen opstarten. Ik wil daar mijn best voor doen. Zie dat je in de gemeente bij u nog een paar boeren vindt en zie dat je daar een paar handelaars hebt die dat spel willen mij ondersteunen om dat op te starten. En zo is het dus gebeurd in 1978. Zijn we daarmee gestart. Ik was destijds voorzitter van de middenstandsraad. En er moesten middenstanders bij zijn, dus ik was in eerste instantie er onmiddellijk bij betrokken bij de start van de eerste nieuwe varkensmarkt, zal ik zo maar zeggen. Destijds was dat nog kleinschalig, maar dan waren er destijds, in het begin, hadden we nog altijd varkens. Biggetjes, zodanig, en daar werden nog altijd soms biggetjes gekocht. Maar dan is ondertussen de reglementering dermate versterkt dat dat niet meer goed kwam. Plus, er waren geen kleine boeren meer die nog een varken thuis hadden met fiksjes om te komen verkopen. Dat is allemaal industrie geworden. En bij de industrie is het zo, die varkens zijn niet gewend van buiten te lopen. Die hebben het soms nog het licht niet gezien. Als ze die zouden pakken en ze zetten die in een kot, die schrikken zich, die kunnen standepede doodvallen. Hè. Of in de zon. Ja, varken is naakt. Als dat niet gewoon is van buiten te lopen, dat valt in de zon. Dat krijgt een zonneslag, dat valt dood. Hè. Met gevolg dat systematisch het aantal varkens dat op de varkensmarkt kwamen, systematisch verminderd zijn, totdat er op een bepaald moment geen meer aanwezig waren, omdat het gewoon niet meer kon. Ook met de varkenspest en zo, dan mochten ze zeker niet meer buiten komen, of als ze buiten geweest waren, mochten ze niet meer terug, want het zou kunnen zijn dat dat besmet was en dat de hele stal besmet werd. Dus problemen tot en met. We hebben ooit, in het begin ook nog, hier een varken, slachtvarken uiteraard, laten, zoals dat ze destijds thuis gebeurde, en varken slachten, kelen, hè. Dan dat op een ladder hangen, de ingewanden eruit, dat helemaal ontleden en dan dat branden, dus dat, de weinige haartjes die op zo'n varken staan, die moeten afgebrand worden. Dan zeggen we gaan dat een keer doen hier. Ter plaatse hebben we nog eens laten tonen hoe dat ging destijds. En we dat in, toen hebben we dat nog kunnen en mogen doen. Dat mag allemaal niet meer voor een ogenblik. Dat is onmogelijk. En we zeggen, we moeten dat toch een beetje animeren. En we waren dus bij een boer geweest. En de varkens heb ik opgehaald dat die beginnen te schreeuwen. Hè, tot en met. En dat opgenomen met een bandopnemer. We zeggen, als we dat gaan precies slachten, gaan we dat muziek, gaan we dat lawaai laten horen. Hè. Dus we zetten dat tien keer gereed. En hier rechtdoor was nog een café. En we zijn er dus mee bezig. En het was zover. Ze gingen dat varken dus heel stro op de grond. Omdat die gaatjes erop stonden eraf te branden. Hè. En ze zetten dat muziek op. Dan komen we dan in het café gelopen. Wat steken dat man nou uit? Ze zijn dat varken aan het branden. Het is nog niet dood. Dus je kunt wel weten wat die laritrat dat toen was. Hè. Maar ik zeg het, jammer genoeg is het verleden jaar en gelukkig hadden we nog in de buurt een boer die een speciaal ras van varkens had, met meer haar op. En dan hebben we toen nog kunnen overhalen, we toch nog met een paar varkens naar hier te komen, omdat dat kleinschalig was. Maar dan zo'n tussen gestopt, dus de varkensmarkt zonder varkens. Er zijn wel veel feestvarkens meestal, maar echte varkens, die zien we niet meer voor het ogenblik. Ik ben daar ondertussen, het is dit jaar de 43ste keer. Normaal zou het de 45ste keer geweest zijn, want er zijn 2 jaar van tussen geweest. En ik zit er dus van in het begin in. Dus ik weet wel hoe dat ding in elkaar zit. Voor de rest mogen we er niet klagen, want vandaag hebben we die 65 runderen staan. Ik weet nu van ezels, echte ezels, die lopen nog anderen rond ook, maar hoeveel ezels dat er aan weg zijn, maar nog een beetje geiten en schapen en klein goed. En jammer genoeg ook nog iets jammer. Vroeger hadden we hier veel konijnen en duiven en kippen en weet ik allemaal. Maar de mannen die daarmee bezig zijn, die zijn allemaal van ouderdom. De grootste dat we hadden, die is jammer genoeg overleden. En de koten staan voor 3/4 leeg voor een ogenblik. Hè. Dus dat ziet dat ook systematisch aan het verdwijnen is. Het wordt er niet gemakkelijker op. Plus de reglementeringen allemaal er rond. Hè. Al die beesten die hier staan, die moeten allemaal ingeënt zijn. De veearts die komt dat controleren om te zien dat die papieren allemaal in orde zijn. Ze maken het ons allemaal niet gemakkelijk voor een ogenblik. Hè. Het is niet simpel niet meer om nog iets te organiseren. Hè. En dan uiteraard nog ja, dierendingen daar, die toch ook al een beetje beginnen moeilijk te doen. Ja. De dieren worden gestrest, die moeten allemaal op die wagens en die moeten getransporteerd worden en die staan niet binnen en wat is dat allemaal? Ze maken het de mensen allemaal niet gemakkelijk. Jammer, want uiteindelijk zijn er hier toch nog een hele hoop, zeker van de nieuwe generaties, die soms nog geen echte koe gezien hebben. Hè. Laat staan dat ze er zo kort kost bij komen. Hè. Soms zien ze nog wel lopen in de wei, maar je kunt ze er op een manier van spreken. Daar aankomen, ze kunnen ze aanraken. Dus heeft dat toch nog wel... Allee, ik vind het nog altijd interessant dat ze dat nog eens kunnen komen bekijken, hoe dat allemaal een beetje in elkaar steekt. Hè. Dus, we zullen zien wat we uitkomen, hè. Maar ze maken het ons niet gemakkelijk. Het wordt met alle jaren moeilijk. Bij de runderen hebben we ooit een wereldkampioen gehad. Hè. Dat is nu 25 jaar geleden. Cipollini was de naam van de stier. En als je wereldkampioen bent, dat sperma van die stieren, dat wordt verkocht voor veel geld, omdat dat dus prijsbeesten zijn. En de boeren willen allemaal schoon beesten ook. Ten eerste voor presentatie, maar ook, dat zijn dan allemaal runderen voor het vlees, geen melkbeesten. En als je schoon greef hebt, is de prijs van het vlees ook veel duurder. Hè? We hebben destijds een wereldkampioen gehad in Humbeek, Cipollini van de Andries. Dat is, jammer genoeg is dat hier. Daar zijn veel speculaties over geweest, omdat dat concurrentieel in dat milieu speelt dan natuurlijk, als je een prijsbeest hebt, dat sperma, dat kost veel geld. Die stier is vrij snel nadien, is dan een doodgevallen, zal ik zeggen. En er zijn altijd speculaties over geweest dat er niks gebeurd was, dat niet correct gebloten, maar ze hebben ook niks kunnen bewijzen. Hè. Maar er zijn toch wel dingen geweest dat ze zeggen, is er iets gebeurd, is er niks gebeurd. Het was toch niet normaal. Maar ja, dat zijn allemaal van de situaties. Ja, een wereldkampioen. Van Humbeek, van hier lokaal. Hè. Zijn neef staat hier nog altijd. En moet straks gaan zien, want het schijnt dat hem terug opnieuw er een paar staan uit die serieus aan het komen zijn, maar dat hem misschien terug wel in de prijs zou kunnen vallen. Dus hij heeft goed bloed in zijn stal. Wat is voor jou de betekenis van een jaarmarkt? Wat doet dat in hun dorp? Oh, dat is leven in de maatschappij. Hè. Allemaal komt buiten. Dat is, iedereen ontmoet iedereen. Een pint drinken. Connecties. Samenhorigheid. Dat moet kunnen. Hè. Dat is toch dat is het principe ook van de kermis geweest. Feestveren. Hè. Feestveren. Hè. Nu zeker gezegend... 3 jaar, ja, het is 3 jaar, hè, want het is maar alle jaren kermis, dus we hebben 3 jaar niks kunnen organiseren. En het is goed weer. De mensen zijn content dat ze kunnen buiten komen, hè, dat ze terug een keer kunnen iemand ontmoeten, een keer kunnen kijken, een keer genieten van de omstandigheden van de kermis en van de jaarmarkt. Samenleving, hè, belangrijk. Hè.